Bij ondernemer Chotilal is het dagelijks een drukte van personen die tegen een goedkope prijs basisgoederen kunnen betrekken. Delen van de gemeenschap maken zich echter zorgen omdat volgens hun de voorschriften in het kader van COVID-19 niet nageleefd worden. Dit wordt echter tegengesproken door de winkelleiding. Als eerste zijn er dan dranghekken gezet met lintjes waar die mensen dan op 1,5 meter tot 2 meter afstand staan. Er zijn doktoren gezet die de temperatuur meten van de mensen die naar binnen gaan. Zodat ze naar binnen gaan, worden ze dan ontsmet, hun handen worden ontsmet. Voordat de mensen in de winkel komen, worden ze eerst gescreend. Als hun temperatuur zelf voor hoog is, mogen ze de winkel niet betreden. Al bent u niet geïnfecteerd, maar dan mag u niet de winkel betreden. Punt 2, wanneer ze in de winkel aankomen, worden hun handen gedesinfecteerd met alcohol. Dus als iedereen zich gewoon netjes gedraagt, ook gewoon aan de regels houdt, achter die lijntjes staat. Als ze met 6 mensen mogen, naar binnen mogen gaan, moeten ze met 6 mensen gaan, hun handen reinigen, hun temperatuur laten checken. Dan is alles perfect. Nu merken we in de samenleving, vooral op social media, dat er heel veel kritiek is over de drukte hier. Vindt u dat al deze kritieken gegrond zijn? Kijk, men gaat overal... Of men kiest het eerst waar het goedkoop is. Vooral de mensen die niet echt zo breed hebben, die gaan sowieso altijd voor het eerst waar het goedkoop producten zijn. Vandaar dat die drukte hier is. Niemand komt gedwongen naar hier. Ze komen uit zichzelf, ze wachten rustig, ze volgen de regels en dan kopen ze hun spullen. En naar uw mening, waarom kiezen de mensen ervoor om hier hun inkopen te doen? Omdat de prijzen misschien voordeliger voor hun kopen, voordeliger voor hun zijn. Dat ze dan die spullen misschien veel goedkoper zijn. Kijk, we willen dat mensen tegemoet komen. En bij ons gaat het niet om het winst alleen maken. Winkel is er een batra olie 30 euro. Van me bij. Van me doen ze aan die zin. Heeft me bij een batra olie. Nou, het moet spaar voor bij stroomwater. Het moet bij dat die. Mijn man, daarom ik kon snappen. Was ik met 3 batra olie naar ayo naar alasan dat ik kost me kan de 60 holu. Ano doro 60 strefi. En te me gona van snees winkel mobile, dan chin san dat in 200, 300 dikba. En welk advies heeft u aan de rest van de samenleving die ervoor gaat kiezen of die ervoor kiest om hier bij winkel B Chotilal hun inkopen te doen? Zo, ten eerste moeten ze hun aan de regels houden. Als iedereen zich aan de regels houdt, komt iedereen tegemoet om hun spullen te kopen. En men hoeft ook niet te vriezen, we hebben wel genoeg voorraad. Dus dat niet dat het opraakt en dat ze niet tekort komt aan goederen. Of dat ze dan niet kunnen kopen of zo, maar er is genoeg voorraad. En ze kunnen gewoon komen, maar ze moeten zich gewoon netjes aan de regels houden.